Ik ben een strijder van God. En dat staat op nummer 1. Geloof me, je gaat me niet herkennen als er nu weer een pandemie hier komt. Je gaat mij echt in de volle strijd zien. Meer dan ooit. En ik laat me niet door de politie onderdrukken, arresteren, wegsturen. Politie heeft geen zeggenschap over mij. Dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Daarom komen ze ook altijd met 10, 12 man om mij op te halen. Want ze weten dat ik niet meewerk met hun arrestaties. Ik erken hun niet. Ik erken niet een criminele organisatie boven mij. Ik erken alleen maar goede, vriendelijke, rechtvaardige, nette mensen. Maar de politie, mondkapje voor, blinddoekje voor, wil mij arresteren voor wat? Voor wat wil je me arresteren? Voor wat wil je me opsluiten? Zeg het maar. Wat doe ik verkeerd? Ga in gesprek. Maar dat doen ze niet. Max, je bent gearresteerd. Artikel dit. Max, je bent gearresteerd voor dit. En dan gaan de boeien meteen om. Ik heb niks te melden. Laatst toch ook bij de Hofvijver. Dat filmpje is massaal bekeken. Er werd gewoon een taser op mij gericht. Omdat ik me niet door twee knaapjes van de marechaussee liet arresteren. Ik zeg, je kan mij wel mijn armen grijpen, maar ik ben berensterk. Ze kregen mijn armen niet omlaag hoor. Ik stond zo. Ze bleven trekken aan mijn armen. Toevallig klikte ik dan per ongeluk daardoor wel de camera uit. Ze konden mij niet arresteren. Ik fitness niet eens mensen. Maar geloof me, mensen triggeren mij echt hoor. Deze dingen triggeren mij echt. Vooral kinderen, misbruik, kinderhandel. Je gaat mij niet herkennen. We zijn al dingen mee bezig. Ik ga dat niet hier zeggen. We zijn dingen mee bezig om de kindermisbruik in Nederland te openbaren. Wat er gaande is. Heel veel dingen doe ik achter de schermen. Mensen denken dat ik hier alles vertel. Ik vertel niet alles, mensen. Dingen gebeuren achter de schermen. We zijn bezig. Wij laten dit land niet verloren gaan. Wij laten dit land niet zo zijn als het is. Een pedoland, een corrupt land. Een land waar de rijken steeds meer afdwalen en meer en meer ons vernietigen. De middenklasse vernietigen, de armen onderdrukken. Asielzoekers hier heen halen. Allerlei mensen komen hier om te werken, omdat we hier dan voor hun een redelijk salaris hebben. Voor ons is het geen redelijk salaris. Want je kan er feitelijk niks mee met 11, 12 euro per uur. Wat kan je daarmee? 40 uur werken, je kan er niks mee. We leven in een slavenmaatschappij. Dus ik wil het wel positief eindigen. Ik bid elke dag voor jullie en voor iedereen. En niks gaat mij stoppen. Mensen, we zijn fully focused bezig. En schokkende tijden, schokkende openbaringen. Als kind al wilde ik graag een dierentuindier zijn, want ik dacht, die dieren hebben vrede. Ik heb geen vrede, ik ben altijd onrustig, ik heb altijd anxieties, ik heb altijd mijn trauma's, ik heb altijd de stem in mijn hoofd. Als kind al, vreselijk. I have a dream, zou Martin Luther King zeggen. En Malcolm X, by any means necessary. Ik heb een droom, Martin Luther King. En hoe dan ook, op elke mogelijke manier, opstaan tegen onrecht, opstaan tegen slavenmaatschappij, opstaan tegen elite, misdadigers, psychopaten, massamoordenaars, sadisten vooral. Sadisten horen niet in machtsposities. Sadisten horen in therapie of in de gevangenis, een van de twee. Amsterdam, Centrum, Artis, Peace. Tot morgen, Den Haag. Eerste Kamer, Tweede Kamer. Wij zetten jullie onder druk, democratisch gezien. Stop deze pandemie na pandemie, crisis na crisis, armoede na armoede, uitbuiting, leugens. Geef de mensen van de toeslagenaffaire waar ze recht op hebben. En geef ons rechtvaardigheid over de eerste pandemie. En laat er nooit een tweede pandemie komen. Want wij hebben jullie in de gaten. En wij zijn met veel meer dan jullie kunnen onderdrukken. En daarom dat jullie de eerste keer ook hebben verloren met jullie QR-codes en met jullie vaccinatieverplichting, 1G, 2G, testplicht. Pandemiewet, morgen. En dit zeg ik heel reëel, mensen. Alle die deze pandemiewet onderschrijven, ik zie jullie bij de tribunalen. En dan ga je janken als een baby, ga je janken. Oh, ik deed het. Ik dacht dat ik iets goeds deed. Nee, je wist het donders goed. Je wil niet luisteren naar het volk. Je luistert naar jouw puppet masters. Jouw financierders. Jouw elites. Die jou vragen om ons te vermoorden. Om ons te onderdrukken. Om ons in pandemiewetten
te onderdrukken, af te slachten. Want dat is gewoon de feiten, mensen. Heel veel mensen zijn veel te politiek correct. Maar ik praat gewoon recht voor ze raap waar ze mee bezig zijn met die eerste pandemie, met die tweede pandemie. Het is massamoord, massafaillissement. En ik accepteer dat niet. En daarom zal ik morgen ook daar staan. Ik stond ook de vorige keer met megafoon en alles daar te schreeuwen. Stop hiermee. En ik zag ze uit het raam kijken. Oeh, oeh. Wie denk jij dat je bent? Wie? Tell me, please. Want ik heb geen contactverbod met geen één iemand van de Eerste Kamer. Doe je mee aan massamoord? Doe je mee aan genocide? Doe je mee aan het plan van Klaus Schwab, Bill Gates, depopulatie, Great Reset, grote herstart, vierde industriële revolutie, Build Back Better, mensen in zombies veranderen, mensen in robots veranderen, mensen over laten nemen door de AI? Tell me, want jij bent een oorlogsmisdadiger als je dat ondertekent, als je daaraan meedoet. En jullie hebben al meegedaan, hè? Jullie hebben al meegedaan in de eerste pandemie. Jullie zijn al totaal strafbaar. Dus feitelijk gezien staan jullie al buitenspel. Want je hebt al zoveel oorlogsmisdaden begaan. Alles in orde hoor, ik ben gewoon in gesprek. Sorry? Wat zeg je? Waaroverheen? Jongen. Zie je, mensen zien nooit eens een boze persoon en praten met zijn telefoon. Mensen zien alleen maar illusies. Kijk hier, ze gaan helemaal de beveiliging voor mij halen. Komt aangescheurd hier de beveiliging. Omdat één iemand persoon hier een beetje boos in zijn eigen telefoon praat. Als je niet welkom bent, ben je niet welkom. Dan kom ik hier wel weer. Ik kom hier regelmatig. Maar zo paniekerig is de maatschappij geworden. Mensen, ik ben bloedserieus morgen. Die toeslagenmisdaad moet een keer opgelost worden. Er wordt zoveel geld wordt besteed aan allerlei toestanden, maar er wordt niks opgelost. Hè? Dirk Wiersum, volgens mij heet hij zo. Kan dat ik zijn naam verkeerd zeg. Die wordt hier vandaag besproken bij Eva Jinek. Want ik kijk vaak dan even als ik hier loop naar het programma van Eva Jinek. Wat zijn de gasten? Vandaag wordt hij helemaal gefileerd. Omdat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Hij heeft heel wreed is hij met zijn eigen personeel omgegaan. Hoe heet die man? Dirk van Wiersum? Ik weet het even niet. Ik ben even zijn naam kwijt. In ieder geval, Eerste Kamer, maak je borst maar nat. Tweede Kamer, maak je borst maar nat. Want het volk zal, hoe dan ook, jullie berechten. Want we hoeven niet te wachten op de rechtbank. We hoeven niet te wachten op advocaten of juristen. Revolutie, mensen. Vreedzame revolutie. Hoe je het ook wil noemen, fluwele revolutie. Pandemie, ik ben geen pandemietje. Ik buig niet voor de pandemiewet. En dat zeg ik in Nederland, want in China zou ik al lang in een strafkamp zitten. Jarenlang, levenslang. Dus in Nederland heb je nog rechten en bepaalde vrijheden. En die moeten we ook gebruiken, want we zijn weer in rap tempo aan het verliezen, mensen. Fijne avond, ik heb genoeg gezegd weer. Morgen zal ik weer het een en ander melden. Sorry, Dirk van Wiersum is een doodgeschoten advocaat. Dat is heel pijnlijk, inderdaad. Dat was even een grote misser. Die kan ik ook maken, zo te zien. Er is in ieder geval iemand die daar een naamgenoot. In ieder geval, een of andere minister of staatssecretaris wordt nu gefileerd bij Eva Jinek. En ik kom er later op terug, mensen. Ik zal zijn naam er nog even bij zetten. Groetjes, fijne avond, tot morgen.